moeten vandaag de dag bedenken dat we het allemaal moeten zien in het teken van weer een nieuwe alle hens aan dek. Een groeiagenda voor Nederland. En dat doe je door voor duurzaamheid te gaan. Dus we moeten niet te veel praten over duurzaamheid alleen, maar ook over banen die dat oplevert. Maar nu zitten we natuurlijk in een crisis met werkloosheid. En nu voor mij betekent gaan voor duurzaamheid is gaan voor banen. Er liggen massa's goede initiatieven. Wat Annemarie vandaag presenteert, het boek, is een mooi voorbeeld in de bouw. Duurzaamheid daar binnen brengen, dat doet zij met dat boek. Maar er zijn ook tal van bouwvakkers die met een duim zitten te draaien nu en die aan de slag kunnen. Dus nu gaat het om banen, banen, banen. Juist als je voor duurzaamheid gaat, kun je succesvol zijn als ondernemer.